in de pannenkoek. Nou, er zat een vlieg in de pannenkoek. Oh, maar je ziet het. Denk aan Meloes, hè, want die is nog even een ander aan het eten gegeven. Meloes moet ook pannen kunnen hebben. Wie wil Meloes even voeren? Dan kan Meloes Thijs voeren. Sorry, ik moet opletten. Ik wil wel, maar ik moet opletten. Ja, ik heb wat eindelijk niet van die hartstikke. Ik heb wel een paar. Ik heb een beetje 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 een
Er zit een lek bij de wc. Er zit een lek bij de wc. Ik ben bang voor, want met je bekend. Hij is best aardig, gaat wel een vriendelijke lach. Ja? Ja. Als je met hem praat, lacht hij een. Ik vond wel, ik dacht later hadden we hem niet gewoon wat eten aan moeten bieden. Ja, je weet het. Ik heb hem vuur. Terwijl je er een feestmaal aan zit. Nou, ja, ik ook schrijven. Ja, maar dan kan Loek nog naast jou, dan schrijven we allemaal op. Jij moet opschuiven. Ik ga opschuiven. Zo. Nog een klein stukje uit was er wat tussen. Wil iemand even graag een zitplekje opzoeken? Waar is het? In een loodje. Anders doen we de taas verder naar achter, hè? Dan kunnen we dadelijk kijken. Tafel opzij. Duitje! Wat dan heb ik nog drie dingen daarna. Drie, goed! Skander. Ga je hard. Skander. Ja. Hoi. Nou, start de muziek. Ik heb geen muziek erbij. Alles andere muziek kan ook. Is er een dokter in de zaal? Hebben we een break? Oh, nee. Ja, dit is een snelheid van een spander. Krijgen we nu een echte Manje en Bouke met magie. Oh. We kijken of de magie werkt. Nou, wij doen magie en Bouke gaat het even uitleggen. Hoe moet ik het eens? Ik ga dadelijk weg en iemand gaat met mij mee, zodat ze zeker weten dat ik niet gewoon wel voorwerpen jullie gaan aanwijzen. En dan roepen jullie dat ik terug mag komen en dan gaat Bouke bijvoorbeeld vragen van is het dat tafeltje? En dan moet ik zeggen ja of nee of dat het is. En als ik ja zeg dan, ja, dan moet jullie zeggen ja of nee of ja, dan moet jullie zeggen of het klopt of niet. Dus jullie moeten kijk. Ik ga wel eens even met jou mee. Nee, dat kan niet. Kom jij maar eens even met me. Ja. Ik voor nu al niet. Ja, ja. Nou, hè. Jij ook niet. Ik ken hem niet meer. Waarom komt hij allemaal van het witte spul van nou, hè? Weet je, wat? De blauwe fles. Manje. Het is... Ja. Oké. Okay. Nou, balen. Roepen. Oh, ja. Je hebt een stem werk in je werk, ja. Jullie mogen niks zeggen tegen elkaar? Ik zeg niks. Oké. Is het deze taal? Nee. Ja, dat is goed. Is het... 1, 2, 3, 1, 2, op de kom, en dan een beetje... Ha, en je blauwe kom. Kijk, even los. Die trui van mijn moeder. Nee. Dat is goed. Is het t-shirt van... Van? Nee. Is het... Kijk, rok. Nee. Is het die veldje? Nee.
Dat hele kleintje. Anja! Kom maar, Anja! Ik kan hem niet aangekomen. Broer en zus. Hij heeft ook echt wel hard gelopen ook, hè? Ja. Hij heeft echt een tijdje gedaan, samen met hem. Mezelf. Nou, ja. Weet je toch? Nee. Komt wel. Niet zeggen? Een voorwerp. Ja, dat mag. Alles is een voorwerp, dus ja. Zelfs jij bent een voorwerp. Is die laptop? Ja, nee. Het matje waar Bram. Bram. Nee. Is het? Is het dan? Nee. Is het? Ben. Weet je het nou? Ja. Ja. We doen het nog een keer. De laatste kans. Ja. Ja. Ja, het is spannend, hè? Spanning. Spannend. Wat wou ik het doen? Maar gaat het van je niet op. Weet wel zeker. Oké, waar is iemand bij het aan? Kijk eens, Bram. Kijk eens, Bram. Nou, Rogier, stel de vraag. Ben ik? Hij waait bijna weg. Waait zo naar ze toe. Ben ik een man? Ja. Ja. Mag ik dan verder? Nee. Ben ik een kind? Nee. Nou ja, dat ligt eraan. Hij waait bijna. Jullie zijn allebei wat anders. Ben ik een kind? Ja. Ja. Ben ik een vrouw? Het heeft met deze vakantie te maken. Ja. Ben ik een vrouw? Nee. Okay, ja. Ik ben een mannelijk kind. Jawel. Ben ik vijs? Ja! Ja, meiden mag niet, dus je is niet vijs. Ja, nou, klaar. Oh, en ik ben vader nog? Ja. Ik ben een vrouw. Laat ik in de caravan. Begint het met een M? Nee. Nee, begint het met een M. Jonge kinderen? Ja. 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 Nou, dat is ook niet. Heb ik twee kinderen? Kijk eens naar papa. Iedereen kan het zijn. Iedereen heeft twee kinderen. Als kinderen zijn, dan... Papa, kijk, doe je zo raar. Nee. Kijk eens naar papa. Kijk eens naar papa. Manoes. Ja. Ja. Dat is geen kerf, hè? Dat is twee kinderen. Oké, dat was het. Zijn, jong. En het refrein is vrij snel wel mee te zingen, dus dat kan iedereen doen als hij het niet heeft. Thank you.
Gewoon doorgaan, jongen. Dus voor je ex om even iets te pakken. Bedankt ja. Voor de mensen die misschien dorst hebben. Wil ik even door? Nee. Nou, ik lukt wel een de grond gaan zitten. Dit is pas een mooie act. Wat jij hiervan? Je moet ergens. Hou een voetje. Nee, je moet ergens zo op de grond gaan zitten. Maar mij is op de grond, Piet. Ik kan niet naar de doe dat met het gras daar. Hier ergens zo met rechterbeen lang op de grond zitten. Naast elkaar of nee, een beetje uit elkaar. Nooit. Oh jongens. Nee, die hou ik erbij. Zo. Heerlijk. Eén. Concours die Piet. Witte uitstaat, zat de ruiter Brandijks hoort, die liep over de obstakel heen. Die werd nat. Hey. En toen sprong die over naar het bruine paard. Toen liep het bruine paard over de obstakels. En dan werd hij heel moe. En toen viel die van het paard. Oh. En dat was onze ex. Ja, vrijwilliger, welkom. Ik bij je staan. Waar vrijwilligers nodig. Welkom. Ja, Marije. Kom maar. Marije? Marije, bedoel ik. Kom maar even. Manja. Manja. Marije, Marieke, wat is er nou? Maar ook geen kip, Marloes. Ja? Ja. Je bent ook vrijwilliger. Hoog hier. Ja. Je bent vrijwilliger. Je bent gewoon... Ze is de naam van het lijst aan het opnemen. Jammer, dan verdien je niks. Hoog hier. Marieke. Ja? Hoog hier. Hoog hier. Hé, hè? Dat was grappig. Nee, ja, een beetje. Ik zal even niet zeggen. Susanne, je kan beter bij mama blijven. Anders misschien dat tafeltje een beetje. Hoeveel heb je er nodig? Nee. Dit is alles. Oké. Okay. De kinderen kunnen het best even hier blijven zitten. Nou, ben je. 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 Ben je.
heet Brand. Brand. Ik begin. Loek moet misschien eventjes weg. Dan moet ik eigenlijk even weg. Even bij mama. Ja. Je moet kijken. We gaan kijken naar papa. Kijken naar papa. Een beetje lekker dicht bij elkaar. Lekker warm. Ik begin. En jij mag het herhalen. Jullie mogen het allemaal herhalen. En dan gaat het weer naar mij toe. En dan... Wilco! Daar! Daar is vuur! Nee, brand. Moet ik nou verder gaan op brand? Ja. Oh, nee! Vuur! Nee. Waar? Uit. Waar? Daar! Oh! Daar vuur! Ja. Moet jij het tegen mij zeggen? Ja. En dan moet jij het herhalen. Je moet gewoon hetzelfde zeggen. Wouter! Ja, dit is herhalen. Wouter, er is vuur. Ja, blijf wel even bij ze, hè. Daar! Ja. Marieke, daar is vuur! Nog hier, daar is vuur! Daar! Erika, daar is vuur! Oh, jongens! Daar is vuur! Oh, jongens! Daar is vuur! Oh, jongens, daar is vuur! Oh, jongens, daar is vuur! Oh, jongens, daar is vuur! Nou, hoeveel twee is daar? Daar! Pas op! Heel heet! Nou, volgens mij is het daar! Pas op! Heel heet! Nou, volgens mij is het daar! Pas op! Heel heet! Volgens mij is het daar! Pas op! Heel heet! Volgens mij is het daar! Pas op! Heel heet! Wat? Die was leuk, hè? Mama! Ja, hij werkte wel. Hij moest langer. Ja, je moest langer. Je moest eerst die arm, dan die arm. Nee, dat maakt niet uit. Maak jezelf verkiezen. Ik wist al wat er gelukkig ging gebeuren. We gaan een aantal trucjes doen. Het eerste trucje heet... De kaas. De kaas. Ja. Het tweede trucje is de poort. De poort? De poort? Nog een keer. Knap, hè? Knap, hoor.
En nu komt de salto's. Oh, salto? Oh, is de piramide. Dan doe jij je heel hoog. Zo hoog. Ja, oké. Ja, 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 ja. Ka-ching! Nee. De salto. 1, 2, auw, maar wat doe je? Nu ga ik een kusje geven. Beer! Je zou het niet nodig hebben.
Nee. Nou, lekker hè? Ik heb een vis gegeven. Die ving een vogel. Die ving een vogel? Een vogel? Ja! En vogel vangen? Ja. Ja. Ah, ja, beter één vogel in de hand. Ja. Dan de lucht. Ik moet er echt tussen geven. Lama, laat maar. Snap je niet. Slinger uit in de beek. Ik weet het. Bram. Wie niet? Wie niet? Bram. Bram. Tim. Beer. Beer. Ja. Iskander. Nee? Dat was dat goed. Kijkjes. 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 Spijkers uit hout getrokken. Piet! Piet! Rob! Spijkers uit hout getrokken. Ik zit iedereen aan te kijken. Ja. Nee. Ik ja! Ik hè? Ik ja! Heel veel! Oh! Goed gedaan! Oh! In Ierland! Oh! Oh. Ik dacht hier! Nee, in Ierland! Maar het verhaal heeft ze verteld. Of nee. Ik zeg, hoe dan die manja zo op de telefoontje zat te typen? Ja. Anders is het vastgelegd. Wie heeft nog een taak en schapenmel gewerkt? Schapenmelkerij gewerkt. Schapenmelkerij. Ik denk manja. Wouter. Wouter. Nee, die zit ik ook aan. Piet. Marike. Marije. Marije. Erika. Anja. Bert. Mia. Ja, ik hoorde het goed. Ik hoorde het goed, hoor. Wie? Marloes. Marloes. Ja. Aha. Echt? Ja. Frankrijk heeft gewonnen. Je hebt vroeger lang krullend haar. Ik. Mijn vader. Ik. Piet. Hanna. Ja, misschien meer dan we weten, maar. Ik in ieder geval wel, ja. Nee, Hanna. Ik bedoelde Marloes. Dan kun je bewijs leveren. Hé, Marloes. Ik kan nog een keer een foto sturen. Ja, graag. Ik wil wel even lachen. Ja, nou, dan lach je kapot zo lelijk. Ik wil alles van Linek. Van Linek, welkom. Welkom. Dat wordt nog 50 jaar geleden. Eet voor de moeder. Die zegt geen nee. Ik. Dat mag niet. Over jezelf? Nee. Nee. Wat heb je van mijn moeder zeker? Nee, dat was duidelijk. Oh. Nog erger. Ja, duidelijk. Oh, het is al zo erg. Oh. De reactie ook. Wie is van de berg op? Iskander! Tim! Wouter, ja. Oh, maar Iskander ook. Ja, zeker hoor. Nou, zeker. Susanne. Jij bent een vakantiekapsel. Marike! Steven! Marike! Tim! Marike! Zijn wij allebei? Oh. Bram en Tim. Ja. Allemaal. Ja, die stond er overheen. Ik heb geen vakantiekapsel, ik ben vergeten aan de kapper gegaan. Volgens mij is bijna iedereen. Wie weet alles van Pokémon? Is Kander! Schiet hem! Nu schiet hem! Ja. Wie had afdaling en kruis? Mijn moeder! Erika! Marloes! Oh. Niet vaak genoeg gezegd? Nee. Nee? Ik dacht dat je mijn moeder bedoelde. Nou, haat hem. Wie is zo vrij als een vogel? Wie is zo vrij als een vogel? Susanne. Susanne. Nee. Tim. Nee, Rieke. Rieke. Nee. Meer. Hanna. Nee. Wie? Tim. Piet. Piet. Ja. Nee, Marloes. Mama! Marloes!
een sprookje bij. Birk en Loek. En Rinke. In de auto, ik heb het zelf gehoord. Geef maar even naar je moeder toe. Marije. Ga maar even naar je moeder toe. Weet u niet, wie is het? Ja, jij bent het. Ben ik het? Ja. Klein duimpje. Oh. Oh, dat zei ik zelf nog, ja. Sandy met een kleine duimpje. Dat was hem. Nou, dat was hem. Ja, dat was wel een goeie. En nou is de bedoeling is dat we twee groepjes maken. Oh jee. En die groepjes die worden in de knoop gezet en die moeten dan door iemand uit de knoop gehaald worden. Oh jee. Dat dacht ik. Ik wil in de knoop. Kijk. Ja, Mia, kom maar. Mia die mag dan. Dat doen we. De ouderen ontknopen tegen de jeugd. Ga je met tegen je moeder? Ik. Ja. Mocht jullie allebei. Zitten. We gaan even hier zitten, want ik zit al heel tijd in een rook, jongen. Ik ben helemaal onder het af. Ja, maar deze halen we even weg. De kring staan. Deze weer uit. Dat is ook zo lekker. Rechts over links. En nou is de bedoeling dat Anja zulke aanwijzingen geeft dat jullie als goed uiteindelijk. Ja, straks pas iets kan. Dat de armen allemaal wijd zijn. Oké, wat moeten we doen, Anja? Tim, we zitten in de knoop. Ja, het is blij. Allemaal rechts over links. Zou Suzanne erbij of niet? Nee. Nee, is mascotte. Oh, je hebt er maar vier nou. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Dit zijn allemaal drie. Kom hier nog even bij, Anja. Hier is niet links over. Oh, ja. Anja gaat er wel maar even tussen. Nee, want Anja moet er... Hop! Eentje erbij. En we rollen. Jij krijgt het boos. Misschien kunnen we die meneer erbij. Zo is het. Zullen we starten? Ja. Kijk wie het eerst is. Klaar, af. Oké, afdraaien. Allemaal dezelfde kant. Ik kan aan deze. Oh nee, daar binnen kijken. Oh, daar binnen kijken. Dat is... Binnen kijken. Ik ga helemaal. Ja, dat is dat voor de moeilijke. Ja. Moet je er overheen stappen? Ja, over elkaar heen stappen. Overheen stappen. Precies. Bukken, allemaal. Ja. Nee, juist. Ja. Waar moet ik over? Rogier moet nu volgens mij dan. Nee. Zullen we even niet doen? Je mag even kijken. Ik zou zeggen dat Rogier dan over. Nee, ik moet over jou. Ja, hier gaan we onderdoor. Kijk, ja. En nou moet jij nog hier overheen. Hebben we dit al? Nee, ik zit nog even te draaien. Nee, want je mag even gaan. Zachtjes, Bram. En jullie mogen meezingen. Nee, jullie moeten meezingen. Dan doen we dat niet. 1, 2. Doof en doof van de kieën heet. Regen hebben we niet gehad. Wie en wie zou eten we? Vader brengt ons mee omhoog. Tot het eind. En dan brengt ons weer naar do, 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 do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Do, do. Ik krijg
krijgen we een spelletje. Een beetje goed licht. Ik geef een woordje door. De laatste moet zeggen wat het woordje is. Dus we spoezen het in elkaars oren. Kennen we dat nog? Ja. Trappen, trappen, trappen. We doen even bij Wilco. En dan heeft Wouter het laatste. En die moet zeggen wat het is. Oh ja. Bij mijn vader gaat het niet, dat kan ik nu wel vertellen. Stoppen. Bram, goed luisteren wat je hoort en dan mag je het daarna in de volgende oor fluisteren. Van Berk. Oor van Berk. Johnne. Dirk en mama. Bij Marloes. Marloes? Marij. Al de Mars. Witte, niks zeggen bij haar in de oren. Vertellen. Bij mij zitten, dan al met je armen. Briefje. Oké. We moeten nog iets verbeteren aan de communicatie, want wat was het, Wilco? Hey, fusje. Oh, ik hoorde een briefje van jou. Ik hoorde ook een briefje. Van jou. Hey, wie heeft er allemaal een briefje gehoord? Wij hebben het goed doorgekregen. Ja, ik heb briefje gehoord. Briefje. Oké. Heb jij een briefje van gemaakt? Ik ga hier beginnen. Ik ga hier beginnen. Een briefje, dat is een hutpirk. Heel moeilijk. Ja, precies. Nou is het makkelijk niet zelfs wel. Ah, mama. Melk, heb je niks gehoord? Ik heb niks gehoord. Melk kan of zoiets. Melkkan, melkkan, super binair. Ja, melkkan. Zeker. Melkkan ook al. Melkkan. Melkkan, koffiekan. Nee, melkkan, koffiekan, water. Oh, die is wel goed. Ja, maar het gaat niet goed door. Jij moet hem zeggen, hoor. Ik ga uit mijn oor fluisteren en dan moet je dat heel hard zeggen, oké? Zeg maar. Wijs maar aan. Wat zei papa? En hoe heet dat? Hoe heet dat? Hoe heet dat? Heel heet! Ja. Heel heet! Dat was de communicatie. Ja, super! Nou, de laatste test. De laatste test. En dan gaat het meteen fout. Op je bord los. De Stelfino. Nou, die moet eigenlijk extra moeilijk zijn. Die is moeilijk. Hij weet het nu al niet meer. Ik denk dat dit fout gaat. Waar mee? Waar begint het mee? Oh, dat waar begint het mee? Nou. Zeg maar goed. Ik heb het extra moeilijk gemaakt. Je hebt hem niet veranderd, hè? En hem veranderd. Half. Ja. Meerde. Nou, dat is een communicatiestoornis, ja. Hè? De stoer is van weer te snap jij hem niet? Snap jij hem niet? Ja, dan ben jij. Nee hoor. Nog een keertje, hè? Zo snel mogelijk nog even naar je moeder. Ja.
Het is ook wel een lange. Ja, ja. Hij wordt steeds lekker. Oh, nu gaat het volgens mij echt totaal wat anders dan. Oh. Ja, dat gaat zo. Nee, als ik heb het anders gezegd. Ja. Geen discussies, ik ga er niet vechten. Als het zo lang is, maar dan ga ik er wel even. Ja, maar. Haar. Ja. Oh. Is het lekker voor lekker gespeld of zo? Ah, nu weet ik het. In de oren. Ja, hoor je misschien zo wel. Ja, ik denk het niet. Oh, het is leuk. Mitte, je hebt hem echt veranderd, hè? Niet helemaal. Dichter bij de kaart. Het is iets anders, ik weet het. Ja, ik weet wat het is. Maak hem wat anders van. Maak hem maar korter. Maak hem maar heel kort. Maak hem maar heel kort. Ja, lekker. Maak hem wat korter. Het is niet Nederlands. Nee, het is Nederlands. Ja, dat gaat lekker bij jou. Ja, dat dacht ik al. Meerte, kan je zo'n grote fout maken? Ik heb geen fout gemaakt. Ik heb er een woord bij gezet. Oh, dat is ergens anders al veranderd. Waarom heb je er een woord bij gezet? Ja. Moet ik het gaan vertellen? Ja. Jij mag het gaan zeggen. NKBV. Oh! Ja. Ja, en ik had er Nederlands Koninklijke Bergvereniging bij gezet. Ja, maar wacht niet. Ja, en dat is nog ineens goed. Nee. Het is namelijk de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Oh. Het goed, wij royeren jou ook niet. NKBV? Mitte, leer wat. Oh, daar staat het op die brief. Koninklijke? Ja, eigenlijk is het KNK. Maar dan moet ik zeggen. Ja. Nou, dank jullie wel. Dit was het spel. Dankjewel. Maar de hut waar we van. En jullie worden verzocht te raden wie uitgebeeld wordt. Wie? Nummer 1. Wie uitgebeeld wordt? Nog hier! Of Marloes! Iemand met snor. Wie heeft een snor? Heeft hij een snor? Nee, Wouter! Water. Het goede antwoord was Marloes met Thijs. Ja! Let op! Wat dan wel? Over de uitkraak, maar het kan niet gediscussieerd worden. Geen correspondentie mogelijk. Maar correspondentie is mogelijk, krijg je antwoord terug. Nummer 2. Rob! Rob! Ja, Rob! Oh, die is leuk! Rob! Dag heer! Gaan we nu? Ja. Leg jij een bouwmakker of zo? Oh, mooi! Trouwens, ik zie een Piet! Dat is Bram! Het goede antwoord was Rob! Yeah. Yeah. Leuk! Toch wel leuk om wel leuk. Ja, Marieke! 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 Marieke met Suzanne! Marieke met Suzanne! Marieke met Suzanne! Waarom zit Suzanne er niet in? Marieke! Het is Marieke! Marieke! Het was Marieke! Yay! Ja. Nummer 4. Steven en Manja. Steven en Manja, absoluut. Steven en Manja. Steven en Manja. Steven en Manja. Steven en Manja.
Dat is ook wel even weer op te tellen. En nu is er een vreemd wezen aan de deur. Oh, Adam en ik het. Een vreemd wezen. Oh. Een heks. Ja. Hanna de heks. Hanna. Hanna de heks. Het was de heks. Ja. Yay. Was het nog steeds een manja? Ja. En nu mogen de kinderen één voor één komen en die mogen één voor één iets geks doen voor het laak. Ja. Kom maar. Ik ben kind. Ik val altijd om de kinderen. Eén voor één. Eén voor één. Eén voor één. Ja, wachten. Wat is het? Susanne, wil je ook even gek doen achter het laken? Ga maar met Anja mee. Doe maar na. Doen achter kunnen we ook zien. Ja, leuk. Kun je er een mooi in beeld, hoor. Hartstikke leuk. Ja. Dus samen gaan we Eerst komt Bram. Bram de hek. Yeah. Een gevallen hek. En nu komt Iskander. Pokémon. Een Pikachu. Ja, dat heb je met helaas de blootse pannen laten zetten. Nu komt de merk. Die weet toch ook één. Een hert! Een hert! Die is wel heel snel. Nog een keer! Dat is een vliegend hert! Ah, het omaatje van de camping! Ja! Vond jij die verderop zit? Het was het omaatje van de camping, inderdaad, mensen. En nu komt Tim! Ik zie ze wel een beetje aan het dansen in de klas. Hey, mijn camera was verblind. De camera was verblind. Hey, fantastisch. Deze zetten we wel in de PowerPoint van de tennisbal. Oh ja! Oh ja! Zag je dat domen met de zwaaien? Anja, zag je met de zwaaien? Kom eens, wat was je? Zag je heel goed. Ik ben de ridder. Zo, hoe je ridder. Leuk hè? Ik hou het heel kort maken. Ik heb twee versies eigenlijk. Ik wil de lange horen. Ik heb de lange versie. Een minuut. Dat was het grappigste. Eigenlijk geef twee. Doe maar helemaal niet. Doe maar ze allebei. Nou, het begon allemaal 3000 jaar, ongeveer 47 miljoen jaar geleden, toen de aarde ontstond uit de oerknal. Ga maar door. Maak maar een sprongetje in de tijd. Komen we bij een bergsportkamp ergens in de Keira. Bij Aguille in de buurt. En ik moet daarvan zeggen, ik vond het een leuke 2 weken. Ik ook. Gelukkig. Zeker. Ik vind het heel leuk. Ik heb ontzettend genoten van de bergtochten, van de hulp die we elkaar hebben kunnen bieden. Van kinderen die ontzettend leuk samenspeelden. Van wetenswaardigheden over en weer, die over en weer vlogen, potten en pannen die over en weer vlogen en weet ik allemaal wat. Auto's die over en weer vlogen, inzittenden die over en weer vlogen, rook die over en weer vloog. Ik vond het gewoon een leuke 2 weken. Ik vind het heel fijn om met jullie samen te hebben mogen doen. En ik hoop jullie allemaal weer op de terugkomdag te zien. En bij deze is dan het officiële gedeelte dan maar voor gesloten en gaan we lekker eraan het draaien. Ja. Maar wie is de terugkomstdag? Morgen. Nou, morgen is het terug.